En dan hebben we ook een Pavel die zit te hunkeren om hier te worden. Ook hij heeft het recht voor de politie. En we zijn zeer benieuwd naar wie hem gaat uitdagen. Pavel, Sider en Dave, want het is een film. We like it. Goedemorgen. Jehovah's getuigen? Ja, mijn excuses. Ik vind dat jullie Jehovah's getuigen goede werk doen met van deur tot deur gaan. Ja. Maar, ja, weet je, ik ben katholiek en ik wil dat graag zo houden. Want mijn moeder, die jammer genoeg vorig jaar gestorven is, ik heb die op haar sterfbed beloofd. Zij was heel erg gelovig. En ze hebben mij gevraagd om alsjeblieft een sterk katholiek te zijn en daarmee bezig te houden. Dus nee, jammer, maar ik heb dat even bij. Maar het zou toch mooi zijn moest je moeder het kunnen terugzien? Ja, maar daar vertrouw ik ook op. Ik zie het binnenkort in de hemel terug, samen met mijn vader. We gaan er misschien al een geluk gezien voor hem. Maar ja, ja, staat hij. Het is natuurlijk heel fijn dat je zelf je persoonlijke overtuiging hebt, dat je inderdaad geloof bent. Je probeert aan mensen te laten zien welke belofte dan onze schepper inderdaad geeft, dat we inderdaad die personen zullen kunnen terugzien. Zou het je niet interessant vinden als we die inderdaad hier op aarde zouden kunnen terugzien, eigenlijk dat je ze nu hier gekend hebt? Wel, de hemel zeg je mij wel heel interessant, hè. Dat is wel veel mensen. En, ja, als jij nu zegt dat ze op aarde kan zien niet in de hemel, was het verschil. Lezen die dat de Bijbel zelf ontschrijft, want je zegt dat je katholiek bent, dus je geloof is dan ook gebaseerd op de Bijbel. Die mag je gebruiken. Slechts een korte gedachte voor lezen. In Psalm hoofdstuk 37 wordt eigenlijk de volgende belofte gegeven. Er staat hier: de zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten. En ze zullen inderdaad hun heerlijke verrukkingen vinden in de ondergoed van de hemel. Zie je inderdaad waar de zachtmoedige mensen zullen terechtkomen? Ja, dat is waar, maar volgens mij spreekt de Bijbel ook over degene die naar de hemel gaan. Maar stel je dat ik een beetje onderzoek in alle dingen. Vind dat dan zelf dat ik bijvoorbeeld, ja, want ik gebruik blijkbaar veel aan mijn naam Jehovah, dat ik Jehovah gebruik, maar ja, ik moet wel een blos naar mijn moeder doen. Ze vond daar bepaalde heilige toch wel heel belangrijk. En ik heb er nu wel een paar staan, en sorry, maar die gooi ik niet weg. En ik bied altijd tegen die heilige, bijvoorbeeld ons Marieke. Sorry voor ons lieve vrouwtje. Dat kan ik nou echt niet gaan opstaan gooien. En ik weet, dat gewoon zegt geen enkel beeld, want ik heb wel eens gesproken met getuigen. En mijn Marieke, dat gaat niet de deur uit, want mijn Marieke is de enige waar ik kan bied. Want ons moeder vond ons er heel sterk op gelijk. Is er een gaat kinderke Jezus, zeg?